Hallo, ik ben Els en ik werk als collectiebeheerder bij het Red Starline Museum. In de vorige filmpjes vertelde ik jullie over enkele bijzondere mensen waarover ik anekdotes vond in onze collectie. Heb jij het filmpje over de Vliegende Pastoor al gezien? Tot nu toe ging het telkens over volwassenen, maar van de vele foto's in ons museum weten we dat er ook veel kinderen mee de grote overtocht maakten. Via de Red Starline gingen kroostrijke gezinnen op zoek naar een beter leven. Sommige migranten stichten pas een gezin als ze zijn aangekomen in hun nieuwe thuisland. Anderen nemen heel hun familie mee op de overtocht, onderweg naar een nieuwe toekomst die vaak heel onzeker is. Er zijn kinderen bij die al heel wat in hun rugzakje hebben zitten als ze aankomen in Antwerpen. Ze zien eruit als kleine en ernstige volwassenen. Vind jij op deze foto de kinderen en de tieners? Waar zouden die kinderen op dat moment aan denken? Wat voor indruk moet die soms lange en barre tocht naar Antwerpen niet maken op die jonge kindergeesten? En dan volgt er nog een lange zeereis met een van de schepenen van de Red Star Line. Ik neem jou graag even mee aan boord van de Zeeland 2, een van de schepen van de rederij. Het gevaarte is 171 meter lang, 18 meter breed en het heeft maar liefst 4 dekken. Er werken aan boord zo'n 121 bemanningsleden, en er is plaats voor ongeveer 1162 passagiers. De reis duurt, als alles meezit, 10 dagen. Het schip gaat op en neer over de golven en maakt de hele tijd krakende en enge geluiden. Soms is er storm op zee en voor velen zijn de ruimtes krap en donker. Wie van die kinderen heeft er ooit al zo'n grote en onmetelijke zee gezien? En dan al die mensen die uit verschillende hoeken van Europa komen. Stel je voor dat je als kind uit een klein dorpje in West-Vlaanderen of uit Oekraïne plots wordt gedropt in deze smeltkroes. Je hoort de hele tijd mensen praten, maar niemand lijkt dezelfde taal als jou te spreken. Iedereen is onderweg naar dezelfde bestemming, maar weinig lijken te weten waar ze precies gaan uitkomen. Dat moet toch een onvergetelijke indruk nalaten, zeker op de kinderen aan boord. Of misschien is de ervaring zo slecht en traumatisch dat ze die bij aankomst snel vergeten. Al durf ik dat luidop te betwijfelen. Zouden de kinderen de naam van het schip waarop ze varen gekend hebben? Misschien denken ze dat Zeeland een drijvend land op zee is en dat ze daar eeuwig mogen blijven wonen. Ah, is Zeeland dan het nieuwe land waar wij naartoe gaan? Zal ik daar nieuwe vriendjes leren kennen? 10 dagen kan lang duren voor een kind. Lusten ze het eten aan boord? Ik lees hier op een menukaart uit 1923. Voor de mensen van derde klas bestaat een nachtelijke snack uit, in het Duits, haverslijm, sardinen en schiftzwiebak. In een verhaal van Roald Dahl zou je dat kunnen vertalen als haverslijm, sardientjes en geschifte zwikbak. Op het dek van het schip was er wel ruimte om te spelen. Op deze foto van 1922 zie je een bondgezelschap van kleine meisjes op het schip de Finland met een nanny. De kinderen zien er redelijk content uit, behalve eentje in het midden. Die is vermoedelijk met het verkeerde been uit bed gestopt. Misschien vindt ze het eten niet lekker aan boord en ligt ze wakker van de honger. Rechts op de foto staat Rosa. Een ander meisje slaat een arm rond haar, misschien een nieuwe vriendin. Links staat haar jongere zus. Rosa is samen met haar moeder en 2 andere zussen gevlucht uit Oekraïne. De foto is versleten. De grote vouwen wijzen erop dat de foto is geplooid naar een kleiner formaat. Wellicht om gemakkelijker te kunnen bewaren in een portefeuille, een schriftje of een zak van een jurk of een jas. Rosa zal er nadien nog af en toe naar gekeken hebben. Zou ze nog vaak aan haar speelkameraadjes van weleer hebben gedacht? Op een andere foto zien we de familie Corion uit het West-Vlaamse Houthulst. Ze reisden met het schip de Penland in 1929. Dit zijn Emerance en René met hun gezin van 11 kinderen. Hun oudste zoon Jeroen, helemaal rechts op de foto, heeft zelf al een baby. Hij scheelt 18 jaar met zijn jongste broer Roger. Als je goed kijkt, zie je ook een tweeling. Dat zijn Gabriel en Yvonne. Wat een organisatie moet dat geweest zijn om in die omstandigheden met zo'n groot gezin zo'n reis te ondernemen. Geen wonder dat Emerance er nogal moe uitziet.
Zou er ook een nanny aan boord zijn om op de kinderen te letten? En sliepen ze allemaal samen in één kajuit? Grote families met 11 kinderen, dat zie je niet vaak. Opgroeien in zo'n groot gezin lijkt me niet altijd gemakkelijk. De ouderen moeten voor de jongeren zorgen, de jongsten hebben niet veel te zeggen en de middelsten, ja, die dreigen soms een beetje verloren te lopen. En dan kom je als koppel met 11 kinderen aan in New York of een andere haven. Daar moeten ze met z'n allen wachten en nog eens wachten. Veel vragen beantwoorden, vervelende medische onderzoeken laten doen, nog meer papieren in orde brengen en dan weer al wachten. Op Ellis Island hebben ze wel een speeltuin. De bijhorende tekst op de ansichtkaart luidt Kindergarten. Verder lees ik: Children enjoying games and amusement, requiring helpful exercise under direction of trained instructors. Ik zie hier wel geen getrainde opvoeders, maar inderdaad, de kinderen lijken te profiteren van de buitenlucht. De speeltuin zit afgeladen vol. Het is echt drummen op de glijbaan. En als ze niet opletten op die schommel daar, valt er een kind af. Er staat ook een hek rond de speeltuin. Voor de veiligheid wellicht. Want stel je eens voor dat er een kind zou ontsnappen en in het water zou vallen. De kinderen wachten tot de poorten van Amerika opengaan en ze met hun ouders als one happy family verder kunnen trekken. Op zoek naar een eigen stek en nieuw geluk. Deze postkaarten dateren uit 1925. Ze zeggen niets over de Amerikaanse immigratiewet van 1921 en 1924, waardoor het voor mensen uit Azië quasi onmogelijk is om nog het land binnen te komen. Die wet bepaalt ook de quota's op de instroom van Zuid- en Oost-Europeanen, zoals Italianen, Grieken, Polen en Russen. Gelukkig ga jij deze zomer met je kinderen wel op vakantie. De meeste grenzen zijn terug open en anders kan je hopelijk genieten van een staycation in je eigen kot. Volgende keer ga ik het eens over iets heel anders hebben. Auto's of misschien stempels en identiteitspapieren. Ik twijfel nog. Maar ik zoek zeker opnieuw enkele leuke anekdotes uit. Hou jullie goed en nog een super dikke knuffel voor jullie kinderen.